begon allemaal met de Google Home. Toen kwam de Google Home Mini, daarna kwam de Max en nu is er de Google Home Hub. De eerste smart speaker van Google die ook nog eens een 7-inch scherm heeft. Het is dus een smart display. Hij is nog niet te koop in Nederland op dit moment, maar we hebben er eentje uit Engeland weten te bemachtigen. En hij kan eigenlijk alles wat de normale Google Home ook kan. Maar je krijgt dan dus extra informatie te zien via dat schermpje. Maar hoeveel voegt dat nou eigenlijk toe? Alle antwoorden op je commando's en je vragen die uit zo'n speaker komen, die waren tot nu toe gesproken. En met de Home Hub komt daar dus nu verandering in. Vraag je het weerbericht op, dan krijg je nog steeds een gesproken antwoord, maar bijvoorbeeld ook een visuele weergave te zien. Oké, Google, what's the weather report for tomorrow? Tomorrow in Amsterdam, there will be scattered showers with a high of 14 and a low of 8 degrees Celsius. En stel, ik ga koken en ik stel een timer in, hoef ik niet elke keer naar te vragen, maar kan ik het ook gewoon zien. Oké, Google, set a timer for 10 minutes. Sure, 10 minutes. Starting now. En misschien wil ik wel een muziekje luisteren en even snel kunnen skippen of pauze kunnen doen. Oké, Google, play some Michael Jackson. All right, check out this Michael Jackson station on YouTube. En stel ik wil weten of er file naar huis staat, dan wil ik niet alleen weten hoe lang ik moet rijden, maar wil ik ook zien waar het dan ongeveer vast staat. Oké, Google, how's the traffic on my way home? On your way home, there's the usual traffic. The route via A5 is the fastest. It is 29 minutes by car. Bij de bestaande functionaliteit voegt het dus best wel wat toe. Het is niet wereldschokkend, maar wel een handige extra. Maar die Home Hub die kan dankzij dat scherm ook dingen die een normale Home niet kan. Zo heeft Google bijvoorbeeld een dashboard ingebouwd waarmee je al je gekoppelde smart home apparatuur kunt bedienen. Zoals lampen, thermostaten en camera's. En in situaties waarin stemcommando's misschien geen optie zijn, misschien ligt er wel iemand te slapen en moet je stil zijn, dan kan dat handig zijn en het werkt allemaal redelijk vlot en intuïtief. Stel ik wil deze Philips Hue lamp bedienen, dan kan ik van boven naar beneden swipen, dan ga ik naar mijn lichten, dan kan ik hem eerst aanzetten, dan kan ik hiermee de intensiteit regelen en als ik hem van kleur wil laten veranderen, nou, we zitten op blauw, dan kan die ook redelijk makkelijk bijvoorbeeld naar rood. Misschien wel de leukste extra feature, en ja, dat klinkt misschien een klein beetje kneuterig, is dat de Home Hub ook als een digitaal fotolijstje te gebruiken is. Want als je hem niet actief gebruikt, dan kan hij een slideshow weergeven van foto's die je in je Google Fotos hebt staan, of foto's van Google zelf. En er is ook experimentele ondersteuning voor Facebook en Flickr. Nou zijn digitale fotolijstjes niet nieuw, maar de manier waarop Google het scherm afstelt, zorgt ervoor dat de Hub heel netjes integreert in de ruimte en niet overkomt als eigenlijk een normaal scherm. In de bovenste rand zit namelijk een lichtsensor en een kleursensor. En die passen constant de intensiteit en de kleurtemperatuur van het hele scherm aan het omgevingslicht. Dus als dat verandert, wordt het meteen aangepast. Zit je thuis 's avonds bij kaarslicht, dan dimt dat scherm enorm, wordt het heel donker en dan wordt hij ook wat warmer. Nou, dit soort trucs kennen we van telefoons en tablets, True Tone bij Apple bijvoorbeeld. Maar bij een apparaat als dit, dat in je huis staat met het scherm constant aan, komt het pas echt goed tot z'n recht. En vooral in donkere situaties lijkt het scherm soms helemaal niet op een LCD, maar meer op een soort e-ink of een echt fotolijstje. En dat de resolutie redelijk laag is, het is maar 1024 bij 600 pixels, daar merk je eigenlijk nooit wat van, omdat je er altijd vanaf een afstandje naar kijkt. De Home Hub heeft natuurlijk een speaker. Die zit ingebouwd in de voet. Hij staat erop. Het is niet al te best. Volgens Google zou die beter moeten klinken dan de Mini, maar minder dan de normale Home. En dat klopt ook eigenlijk wel. Ten opzichte van de normale Home hoor je duidelijk een gebrek aan bas, aan lage tonen. En dat zorgt ervoor dat veel muziek een beetje tam overkomt. Hij heeft wel meer bereik in het hoog en dat heeft die Mini bijvoorbeeld weer niet. En dat maakt dan weer dat stemmen, in bijvoorbeeld een podcast, een stuk beter klinken dan bij de Google Home Mini. Die normale Google Home, die zou ik echt nog wel gebruiken om wat achtergrondmuziek op te zetten. Maar die Home Hub, ja, ik zou hem toch sneller koppelen aan een Bluetooth speaker of aan een versterker waar ik dan weer het geluid naartoe kan casten. De Google Home Hub is nog niet in Nederland te koop. Maar ben je toevallig een keer in Engeland of in Amerika, waar die wel in de winkelschappen ligt, en vind je het niet erg om hem in het Engels te gebruiken, dan koop je hem daarvoor, laten we zeggen, ongeveer 150 euro.
En dat is slechts 2 tientjes meer dan een normale Google Home. En voor dat geld is de keuze die je moet maken redelijk simpel. Wil je muziek rechtstreeks op het apparaat luisteren, dan kun je beter voor de normale Home gaan. Wil je dat niet, dan heb je voor een kleine meerprijs met dit ding meer functionaliteit en eigenlijk een heel leuk fotolijstje.